Volgens mij heb je wel eens vrolijker gekeken na afloop van een wedstrijd. Ja, 4-1 verlies thuis. Is niet goed. Ja, het is een simpele vraag. Misschien is het antwoord wat lastiger. Kun je eens al een paar woorden omschrijven hoe dat dan kan, dat je met 4-1 verliest? Nou, we geven een paar doelpunten heel makkelijk weg. En de eerste keer kunnen we nog ombuigen. Kunnen nog gelijk terugkomen. En daarna lopen ze uit. 2-1 is weer een fout van onszelf. En dan ja, gooi het open eigenlijk. Ja, als ik als neutrale toeschouwer kijk, tot de 1-2 eigenlijk is van jullie, ja, niet zo gek van de hand toch? Ik denk het wel. Ik denk dat eerst een kwartier lopen achter de feiten aan. Daarna krijgen we weer controle over de wedstrijd. Tot de rust denk ik. En dan zitten zij wat hoger druk, waardoor wij niet meer aan het voetballen toekomen. Veel de lange bal moeten hanteren. En ja, als je dan ook nog zelf een doelpuntje weggeeft. Ik denk dat als dat niet gebeurt, dat het een hele andere wedstrijd kan worden. Maar zij maken er goed gebruik van. En ja, je ziet wat er gebeurt. Positief bekeken, liever dat nu gebeurt dan straks in de play-offs. Nou, we zijn daar nog niet, hè. Het moet gewoon niet gebeuren. Volendam is een goede ploeg. Andere ploegen kunnen misschien nog ombuigen in een winst. Volendam is een hele goede ploeg. En als je dan 4-1 verliest, ja. Dat kan niet, maar in de play-offs mag dit niet gebeuren. Maar we zijn daar nog niet, dus het mag nu ook niet gebeuren. Nee, goed. Statistisch gezien nog niet, maar ja, je bent toch met me eens dat het wel heel gek moet gaan lopen. Wil je de play-offs toch niet gaan halen? Nou kijk, we zijn er dichtbij. Maar als we zo spelen. We hebben laatst een goede reeks neergezet. En je kan niet van dit naar dit gaan. We weten niet of het weer omhoog gaat. Daar moeten wij zelf voor zorgen, dus het mag niet gebeuren dit. Vind ik. Ben ik dan positiever dan jij volgens mij? Nee, maar kijk. Tuurlijk, we zijn dicht bij de play-offs. Maar het komt niet vanzelf. We zullen ervoor moeten werken. En vandaag is dat niet gelukt. Ik ben positief dat het volgende wedstrijd wel gaat lukken. Om wedstrijden te winnen. Maar de play-off is nog niet gegarandeerd. Dus we zullen hard moeten blijven werken. We kunnen niet zo de wedstrijd weer instappen.